In het weekend van 11 en 12 december is de nieuwe expositie Colorist Spirit geopend bij Galerie Bonnard in Mühlen. De galeriehouders hebben het werk van vier bijzondere kunstschilders bij elkaar gebracht. Er zijn werken te zien van Caroline van Olven, Keimper van der Kooi, Erik van Elven en Yvonne Heemskerk. We hebben kunstenaars bij elkaar gezocht die alle vier, in dit geval de schilders dan, en alle vier als uitgangspunt een heel eigen kleurgebruik hebben. En niet per se dat alleen kleur te zien is op de schilderijen, maar de kleur is wel een hoofdvorm van hoe zij vormgeven aan de compositie, aan het onderwerp, de richting in het schilderij. En het bijzondere aan deze expositie is dus dat goed tot uiting komt hoe elke individuele kunstenaar zich onderscheidt in het gebruik van kleur in zijn of haar schilderijen. Ja, ze doen het op een heel eigen manier, waardoor je bij sommige schilderijen meteen de kleur als eerste zult herkennen. Maar bij andere schilderijen wat verder moet gaan kijken, omdat het kleurgebruik wat geraffineerder is of vergrijst, Nederlands vergrijst is, zou je kunnen zeggen. En ja, dus die expositie hebben Color is a Spirit, dus de kleur, dat is eigenlijk het vertrekpunt van het schilderij. Naast schilderijen is er tijdens deze expositie ook werk te zien van kunstenaar Wim van der Kraan. Hij maakt beelden in brons. De komende periode kun je in korte filmpjes nader kennis maken met de kunstenaars. Daarnaast is een bezoek aan de galerie zeker de moeite waard. De expositie Color is the Spirit is te bezoeken tot en met 9 januari aanstaande bij Galerie Bonnard aan de Berg in Nuenen.